Jeffrey, dit keer voor het eerst dit weekend het ITER shirt gedragen en een glanen broek gespeeld. Hoe voelt dat? Ja, vrijdag was een goede wedstrijd. Vandaag de eerste periode ook goed, tweede minder. Ja, we schieten ons eigenlijk zelf in de voeten, onze kansen gewoon niet te benutten. Ja, verlies je hem, dus deze wedstrijd was wat minder. Hamburg, Eindhoven, Even Zoetermeer, Nijmegen, Den Haag en nu Geleen. Wat heeft jou laten besluiten om deze zomer naar Geleen te komen? Ik heb al meerdere keren met Geleen gesproken en toen is er eigenlijk niet van gekomen. En nu heb ik gewoon meerdere gesprekken met Lars gehad en uiteindelijk toch nog besloten om nog een jaar voor Geleen te spelen. Toen bekend werd dat jij in Geleen kon spelen, had jij nog een periode van een actieve schorsing. Ja. Toen de tijd waren fans van Den Haag en Geleen het daar eigenlijk beide mee oneens. Hoe kijk jij daar tegenaan en hoe ben je daarmee omgegaan? Ja, het gaat heel de tijd over de schorsing. Ik ga er eigenlijk niet zoveel meer over zeggen. Nee, dat is niet alles goed. Het heeft ook geen zin, weet je. Het is wat het is. Ik vind het belachelijk en ja, that's it. Tegen Mechelen tot de 60ste minuut sterk gespeeld. Vandaag in de laatste periode het helaas verloren. Wat ging er vandaag mis of is gewoon het kwartje verkeerde kant opgevallen? Nou, wat ik al zei, de eerste periode moet je denk ik met 4-0 voor staan. Als je die kansen niet maakt, dan maak je jezelf moeilijk. Vervolgens, ik denk dat zij misschien 6 goede kansen hebben gehad en de helft gaat erin. Kai, vandaag een wedstrijd waar de scheids veel toeliet. Pas je daar jullie speelstijl op aan? Nee, daar past het niet per se op aan. Ik denk dat wij gewoon ons eigen spel moeten spelen. Ik denk dat wij een van de betere teams zijn dit jaar. En dat jij echt niet te veel moet gaan aanpassen aan je tegenstander. Waar nodig doet Jeffrey dat wel, maar wij moeten vooral ons eigen spel spelen en dat zal toch wat beter moeten. Kai, dit jaar alternate captain, is dat anders spelen of is dat gewoon een letter op je borst? Nee, ja, het is wel een bepaald blijk van waardering, maar in principe ben ik gewoon dezelfde jongen. Ik doe dezelfde dingen en de jongens weten dat ze bij mij terecht kunnen, dat ik voor ze klaar sta. Het is een blijk van waardering, maar meer ook... Ook niet in die zin. Die twee weekenden achter elkaar waar de uitslag niet echt jullie kant op gegaan. Hoe verwerken jullie dat en hoe gaan jullie daar verder mee? Ja, ik denk dat wij dit gewoon aan onszelf te wijten hebben. Wij, eerste periode, ja, Jeff zegt net ook al, wij moeten gewoon voorstaan met een paar doelpunten. Dat verzuimen wij. Daarna krijgen wij een 5 minuten powerplay. Ja, dat vind ik gewoon dat wij totaal niet goed uitspelen. En dat weten de jongens zelf ook wel. En het zal beter moeten. Heel simpel. Ja.